een update over de ontwikkelingen offshore is vanavond het onderwerp in Achter het Nieuws. Welkom bij deze uitzending van Achter het Nieuws. Ik zei het in mijn inleiding, we gaan praten over de ontwikkelingen in de offshore-industrie, eigenlijk een update daarover. En ik heb uitgenodigd daarvoor de directeur van Staatsoliemaatschappij Suriname, de heer Anand Jagesser. Meneer Jagesser, welkom bij deze uitzending van Achter het Nieuws. Hoe gaat het met u? Heel goed en dank u wel voor de gelegenheid. Altijd welkom. U weet, ja. Als u bij me bent, dan ben ik blij, want dan ga ik praten over iets wat heel belangrijk is voor Suriname, de ontwikkelingen van de offshore-industrie. Onlangs hebben we gehoord dat Total het bekendmaking heeft gedaan, waarbij ze hebben aangegeven dat ze de appraisal, hun FID, hun Final Investment Decision, hebben verschoven naar volgend jaar, ergens in 2023, niet precies wanneer. Toen ik dat hoorde, dacht ik van, hé, wat is er aan de hand? En ook nog met die verklaring erbij, dat er een discrepantie is tussen wat ze seismologisch hebben gevonden en wat ze ter plekke hebben aangetroffen, dat niet met elkaar strookt, gaf mij het gevoel, hé, het gaat niet goed. Dus mijn vraag is, wat is er precies aan de hand? En zit staatsolie er bovenop? Ja, dus deze bekendmaking is eigenlijk een beetje gedaan naar aanleiding van een meeting die we hadden met de directeur van Total in Parijs. Eigenlijk vinden we het positief, want het is de eerste keer dat ze concreet zijn geworden. Dat ze hebben gezegd, als de komende twee bronnen goed zijn, gaan we over tot ontwikkeling daarvan. Dus dat is positief. Wat inderdaad wat moeilijker is, maar niet onoverkomelijk, is dat seismiek is een goedkope manier om over een heel groot gebied informatie te vergaren. En wat men dan doet, men test eigenlijk door het boren van een put, of wat men aanneemt op de seismische lijnen, of dat klopt. En u begrijpt, als je verwacht dat er olie zit ergens en je treft geen olie aan, dan raakt iedereen in paniek. Maar wij vinden dat het een leercurve is, dus het is nieuw, Suriname is een nieuw gebied. We leren de ondergrond steeds beter kennen, dus we zijn beter in staat nu te herkennen op de seismiek waar er olie zit en waar er oliegesteenten zitten. Dus voor ons is het meer een kwestie van leren. Eigenlijk herhaal ik, het is niet een kwestie van of er olie gaat komen, het is een kwestie van wanneer. En Total Energies is nu één keer heel concreet geworden. Ze zeggen, als die komende twee putten, die één zijn ze nu aan het boren, die andere gaan ze in januari boren, omdat ze een speciale boormachine daarvoor nodig hebben. Als die twee putten goed zijn, dan gaan we over tot ontwikkeling. En wat is de verwachting? Als u de leercurve van het seismisch, die seismische ontwikkeling goed in kaart heeft, wat zijn de verwachtingen voor die twee boringen die gedaan gaan worden? Heel positief. Ja. Dus ik denk, er zijn drie partijen, hè, dus die naar die data kijken. Dat zijn Apache, ja. Total en Staatsolie. En ik denk dat over deze twee bronnen die ze nu aan het boren zijn, is er consensus dat het goede bronnen gaan zijn. Maar in de oliewereld moet je altijd voorzichtig zijn. En dat is de directeur ook. Dus hij zegt, you know, als deze twee goed zijn, gaan we. Als deze twee niet goed zijn, dan hebben we backup scenario's gemaakt. En dan herhaal ik, het is niet of er olie gaat komen, maar wanneer. Want als een van die bronnen droog is, dan had men nog één of twee putten moeten boren. Dus als van die twee putten eentje droog is, moeten we nog twee extra putten gaan boren? Dan zou men één of twee putten erbij extra moeten boren. En we hebben daar wel, laten we zeggen, prospects voor. En hoe staat het met de betrouwbaarheid van die seismische gegevens? Is dat nog steeds goed? Ja, dus zoals ik zei, er is een leercurve. Dus we kunnen veel beter zien. Dus iedere keer als je een goede bron boort, dan zeg je, oké, deze kenmerken zijn bepalend om olie erin te hebben. Als je een droge bron boort, heb je ook kenmerken. Dus van elke bron leert de geoloog. En dus ook een lege bron, die geen olie bevat, zegt men, oké, dit zijn de kenmerken om een gebied te zien waar er in de seismiek eigenlijk geen olie zit. Oké, als we kijken naar blok 58, voor een goed begrip van wat er daar gebeurt, is er sprake van verschillende olievelden. En een olieveld kan meerdere bronnen hebben, meerdere putten, laat me het zo zeggen, meerdere putten hebben. In dit geval hebben ze in blok 58, ik dacht, zes bronnen gevonden. En het is de bedoeling dat
één FPSO, een floating production offloading vessel, dat die olievelden, die bronnen in die olievelden, die putten in die olievelden bij elkaar gaat zuigen en dat gaat verwerken. Is dat het geval? En ja. Wat is het probleem daarbij? Zijn er moeilijkheden bij het vaststellen van al die olievelden om dat ding op te zuigen? Ja, dus dat houdt verband met die vorige vraag. Ja. Basically is het zo dat men zegt dat men ongeveer 500 miljoen barrel reserves moet hebben. Om één productieplatform te ontwikkelen. Okay. Die zal ongeveer 150.000, dus dat is wel positief. Dat heeft men bijgesteld naar boven. Eerst sprak over 120. Mogelijk 120.000 barrel. Barrels, ja. Nu praten we over 150.000 barrel. Dus dat is positief. Maar daarvoor is er 500 miljoen reserve nodig. En dus wat we in de offshore hebben, is ongeveer, zijn de discoveries 300 miljoen. En hoe lang zou dat dan doorgaan? Dat ze 120.000 per dag zouden kunnen doen met die 500? 10 jaar? Nee, 15 tot 20 jaar. Ja. Okay. Kan je dat volhouden. Okay. Maar dus onze olievelden zijn ongeveer 300 miljoen. Dat wil zeggen dat we twee moeten combineren om minimaal 500 miljoen te hebben. En daar is men nu bezig. Men is op de Sapakara, het Sapakara reservoir bezig. En op de Krabdagu reservoir. Okay. Wat betekent dit uitstel, zowel financieel als qua reputatie voor het offshore gebied? Want heeft het doorgeslagen naar het buitenland, deze mededeling? Nee, absoluut niet. Nee, het is duidelijk dat er in Guyana en Suriname veel olie zit. En waar we nu olie vinden is in de Golden Lane. Toch? Op die ene lijn. Ja. Maar wat de andere maatschappijen proberen te doen, is elders in het gebied olie te vinden. Shell heeft iets noordelijker geboord. En dat zou eigenlijk een hele nieuwe play, wat men noemt play, dat is een, laten we zeggen, een gebied met nieuwe reservoirs openen. Dus daar is de focus ook op gericht. Okay. Is de kans aanwezig dat Total Energy het blok verlaat, om wat voor reden dan ook? Absoluut niet. Hoeven we ons daar geen zorgen om te maken? 100% niet, nee. Okay. Nou, dan was de volgende vraag, als dat zo zou zijn, kan een andere speler dat overnemen van Total? Die vraag hoef je niet te beantwoorden. Dus nou, die vraag is wel interessant, ja. Want dus als Total weg zou gaan, mm-hmm. en Apache bleef, is eigenlijk Apache de lachende derde, want Total heeft natuurlijk enorm veel kosten gemaakt om olie te bewijzen. Ja. Als je dan wegloopt, krijg je kosten niet terug. Heb je verloren. Ja, dus de volgende partij heeft het makkelijker. Die kan met veel minder kosten kan het verder ontwikkelen. Ja, dus dat gaan ze niet doen? Dus dat gaan ze niet doen. Okay, duidelijk. Dus de kans dat blok 58 niet wordt ontwikkeld is klein? 0%. Okay. En dan nu een moeilijke vraag misschien. Is dit besluit geen strategisch besluit geweest, ook van de IOC's, behalve die seismische toestand? Strategisch in de zin van, gezien de politieke situatie in het land, we hebben nog geen kieswet gewijzigd. Noem maar. Nee. Heeft geen rol. Ja, bij de oliemaatschappijen, ze kunnen je veel vertellen, maar het gaat primair om het geld. En deze bronnen zijn heel erg goed, de reservoirs zijn heel erg goed, ze gaan heel veel geld verdienen, ze gaan echt niet weg. En eigenlijk heeft de directeur van Total ons ook gezegd dat hij heel graag wil dat het zo snel mogelijk wordt ontwikkeld. Hij heeft het ook aan zijn mensen voor ons gezegd. Okay. Ja. Zitten we nog steeds zitten we op een ander schema dan 2025? Is dat afhankelijk van hoe alles verloopt? Ja, op een ander schema. Wel een ander schema. Dat is al zeker, want die FPSO neemt tijd om te bouwen. Zeker. Ja, dat is al zeker. En het probleem is nu, het is een beetje druk geworden op de oliemarkt. Dus het is moeilijker om boormachines te vinden. Het is duurder geworden. Het is de vraag is groter dan het aanbod. De vraag is groter nu. Van die rechts bedoel je? Ja, de rechts. En maar ook het bouwen van zo'n productieplatform. In eerste instantie hadden we aangenomen dat het ongeveer 3 jaar zou kosten. Nu moet je rekenen op 4 jaar. Omdat het vreselijk druk is in de yards waar mensen om. Dus we bedoelen 4 jaar voordat we dat ding hier kunnen hebben? Ja. Varen in de wateren van Suriname. Ja. Dus men gaat proberen 3,5 jaar. Maar het ligt nu, vroeger was het tussen 2,5 tot 3 jaar. Maar nu ligt het tussen 3,5 tot 4 jaar. Oké. Okay. Heeft Staatsolie plannen om zelf ook boringen te doen offshore?
in de toekomst? Ja, in ons strategisch plan staat dat we op een gegeven moment in de shallow shore ook willen gaan, zelf willen gaan zoeken naar olie en produceren. Maar dat is nog wel heel ver weg. Over 10 jaar misschien. Shallow shore, maar niet in de deep offshore. Ja. Dat is te duur. Nee. Veel kennis nodig. Ja, dus als je bijvoorbeeld van landen als Noorwegen en Nederland afkijkt, die mannen hebben een vreselijk leuke strategie. Ze doen niks, ze doen niet mee. Maar ze doen niet mee in de activiteiten, maar ze verdienen eruit. Slim? Ja, slim. Okay, dus en ja. Dat doen wij dus ook? Focus, dat gaan we met name doen. Ja. Hoeveel IOC's zijn nu actief, bezig met boringen? En wanneer wordt er weer een ontdekking verwacht? Ja, dus nu in blok 58 worden er 2 putten geboord. Mm-hmm. En blok 2... Isabakara Zuid en Krabdagu. Ja. En, nu boort men Awari. Awari 1. Jullie zullen niet houden van die namen, maar oké. Okay. Ja. Oh. Awari 1, ja. Dat is in blok 58. Ja. En blok 42 boort Shell nu de Sanderij 1 brand. Maar die boringen in blok 58 hebben te maken met die appraisal? Awari is een exploratieput. Exploratieput. En Sapakara is een appraisal. Oké. Oké, ja. Appraisal. Dus appraisal gaat het reservoir bewijzen. Ja. En exploratie zoekt naar een nieuw reservoir. Oké. Dan gaan we even wat spraken over die shallow waters. Wat is de stand van zaken in de shallow waters? Zijn er al boringen gaande? Nee. Dus we hebben blok 5 en 7 onder contract nu bij Chevron en Shell. Ja. Ze zijn heel erg aan het studeren. We hebben al seismiek geschoten. Dat is nog nooit zo snel gedaan. Door hetzelfde bedrijf dat ook die andere seismisch had geschoten? Ja. Wat we noemen multi-client, ze schieten het en dan verkopen ze het. Ja. Is een bepaald model. Dus Chevron studeert daarop en gaat in 2024 een brand boren. Pas in 2024? Het duurt wel lang, ja. Vanwege die drukte op de markt? Nee, niet vanwege de drukte. De interpretatie van alles duurt best lang. Okay. Normaliter duurt het minimaal 4 jaar, nu doet men het in 2 jaar. Oh, ja, okay. Ja. Dus het is een fast track. Ja. En blok 6 en 8 zijn we nog. We hadden een kleine kissen gehad met Total en Qatar Petroleum vanwege de petroleumwet. Oh. Dat lijkt nu weer op spoor te komen en dan gaan we die twee blokken ook tekenen. Is onze dat niet te streng voor ze? Nee, we hadden op een gegeven moment gezegd dat het een paar elementen in het staatsbesluit liever in een wet geregeld, als land, hè, hebben we gezegd liever in een petroleumwet geregeld kunnen worden en dat hebben we nu gedaan. En dus daar was een beetje goed over. Hadden die oliemaatschappijen bezwaar daartegen? Nee, geen bezwaar. Ze vonden dat ter meerdere zekerheid, maar ze zeiden oké, we gaan dan niet verder, zolang je het niet in de wet hebt geregeld. Oh, op die manier. Oké, was een kleine vertraging doordat die wet nog niet tot stand was gekomen. Ja. Oké, heb je al gezegd, wat zijn de verwachtingen voor deze operaties? Hebben meer spelers zich aangemeld? Ja, dus de linkerkant van de deep offshore, daar hebben we de blokken uitgegeven. Ja. De rechterkant, dus naar het oosten toe, ja, hebben we vrij veel ruimte nog beschikbaar die we onder contract kunnen zetten. Dus we zijn nu bezig om een biddinground voor te bereiden en die gaat in december starten om ook die blokken aan de oostkant van de deep offshore onder contract te krijgen. Okay. En onze mensen reizen nu de wereld rond om die blokken te promoten. Ja. En gaat het? Ja, gaat goed. Suriname is gewoon in trek. Suriname is in trek en ik kan u zeggen, ik moet even opscheppen voor onze jonge geologen en reservoir engineers. Wat hebben ze gedaan? Nee, ze doen fantastisch werk. Geweldig. Dus het mooie is natuurlijk, kijk, bijvoorbeeld Total Energy heeft alleen informatie over haar blok. Ja. Maar onze mensen op staatsolie hebben informatie van alle blokken. Okay. Dus je kan veel beter studeren. Maar die jonge mensen van ons zijn gewoon fantastisch. Dus ze analyseren die data en dan genereren ze prospects en leads. Mm. Dat gebruik je eigenlijk om investeerders binnen te krijgen. Want als je zegt, ik heb een gebied. Dus jullie zijn ook proactief bezig om dat ding aan te bieden. Absoluut, en al de voordelen van het gebied naar voren te brengen. Oké. Nou, dat is offshore en shallow waters. Dan gaan we naar Natin. Het project Natin, hoe staat het daarmee? Ik weet nog dat u de vorige uitzending had verteld dat er een samenwerking zou zijn met een Nederlandse organisatie. Die zouden het materiaal leveren. Ja. Hoe is dat gegaan?
Ja, nadien gaat ook goed, waar moet ik me trots in houden, want mijn collega's in het bedrijf zijn echt heel erg goed bezig. En met een buitenlandse maatschappij inderdaad hebben we dus alles in orde gebracht. 27 oktober gebeurt een grand opening. En wat gaan we doen? We gaan een kopjaar introduceren. Waarom doen we dat? Omdat we heel snel tot activiteiten willen overgaan. Dus in plaats van te starten met een vierjarige opleiding, wat we doen is dat we een electrical engineer of een mechanical engineer pakken, die al 3 jaar heeft gestudeerd, en dan nog 1 jaar olie- en gas speciaal onderwijzen. U hebt het over de studenten van Natin. Natin, ja. Dus als ze 3 jaar erop hebben zitten, die krijgen dan een kopjaar olie en gas. Oil en gas. En daarna gaan we een vierjarige olie- en gas opleiding. Stream opzetten. Maar just to go fast, hebben we dan alvast 1 kopjaar. En het kopjaar gaat er maar 1 jaar zijn, eenmalig? Ik weet, misschien 2 jaar. Misschien 2 hangt er vanaf wat de behoefte is. En wat voor vakken gaan er gedoseerd worden, weet je dat? Niet direct, okay, maar En alles is in place, de docenten zijn in place, de trainers zijn in place, de apparatuur is er, de faciliteiten zijn er. As a matter of fact hadden we ongeveer 160 aanmeldingen. En dus de commissie die daar zit, ook de mensen van Natin zijn heel flink hoor. Het is ontroerend om te zien hoe hard die mensen werken onder moeilijke omstandigheden. Dus die mensen hebben dus uit 160 mensen hebben ze 30 mensen gekozen die dan de eerste keer een kopjaar gaan doen. Alle equipment is er, we gaan veel online trainingen doen. We gaan veel bedrijfsbezoeken afleggen. We hebben van verschillende bedrijven, waaronder natuurlijk Staatsolie, maar ook Parbo en andere bedrijven, hebben we toezeggingen gehad dat de mensen daar kunnen komen kijken. Want je moet met machines omgaan. Katijgama, Imhora handle this en zo draaien enzovoorts, maar als hij het kan doen. En we hebben ook veel equipment gekocht die nu bij Natin zit en waar de mensen op kunnen trainen. Hebben die internationale oliemaatschappijen zoals Total en Apache, die dus nu daadwerkelijk olie hebben gevonden, hebben ze ook belang erbij om ons zo'n onderwijsinitiatief te financieren? Kan dat? Hele goede vraag. Ze doen het. Ze gaan het doen. Dus vandaag heeft de heer Pello, onze heer Pello, heeft zijn rondleiding gegeven daar. En ze waren heel enthousiast. Ze maakten wel een paar opmerkingen als van, zo slecht ziet het er nog niet uit, want we hebben erger meegemaakt. Geweldig. Dus er is beweging op dat vlak. Er is absoluut beweging. En iets anders waar ik ook altijd, die vraag stelde ik altijd aan u. Het contact met die IOC's was vroeger een beetje stroef. Ja. Maar als u me zegt dat u naar Parijs bent gegaan en daar met die gast hebt gesproken en voor ze het besluit hebben bekendgemaakt, eerst met jullie hebben gesproken, dan gaat het goed. Het contact. Ja, gaat heel goed. Eigenlijk is er een directeur in Suriname van Total, toch? Eindelijk. Dus, nee, er is een directeur. Okay. Eigenlijk. Ja. Dus men vindt dat je eigenlijk met de directeur hier moet praten. Maar dus bij uitzondering heeft de man ingestemd om in Parijs te praten. Dus was een primeurtje voor u? Het was een primeurtje, maar we hebben erop gestaan. Want als je bedrijf hiërarchisch is, als de man van hier toestemming nodig heeft van die grootste baas, dan is het beste om de grootste baas direct te spreken. Te spreken wat zijn gedachten zijn over Suriname. En hij heeft ingestemd. Hij heeft ook beloofd dat hij zodra, als de tweede bron een succes is, dat hij persoonlijk naar Suriname komt. Dus, Geweldig. Ja. Oké, nou, dan heb ik nog gelezen dat Guyana, we gaan nu over naar het project LNG van Guyana. Guyana heeft het initiatief genomen om alvast haar ontwikkeling van die gassector ter hand te nemen. Dat betekent, er was toch een plan, dacht ik, om met Suriname dat samen te doen. Hebben ze dat losgelaten? Bent u op de hoogte hiervan? Wat vindt u van het plan? Nee. Guyana heeft natuurlijk al geruime tijd productie, dus ruim 2,5 jaar. Dus ze lopen een beetje voor, ze hebben al gas. Mm-hmm. Ze produceren eigenlijk geassocieerd gas uit die olie. Zij hadden een plan om een deel van het gas naar hun shore te brengen, dus om elektriciteit te maken. Waarover wij spraken met hun, zeggen we hebben in totaal samen hebben we enorm veel gas. Dus Guyana en Suriname samen. Daar kunnen we iets groots mee doen. Maar dat loopt schroef.
dat loopt stroef. En dat had ik de vorige keer ook gezegd. Ja, dus eigenlijk, u zei ook, het is misschien beter om het zelf te doen. Maar dan moet wel die markt ervoor zijn, alles moet aanwezig zijn. Ja. Het gaat niet zomaar. Ja. Kijk, we hebben een aantal opties. In Trinidad is er namelijk idle capacity om wat men noemt te liquefyen. Ja. Dat is gasvorm, gas in gasvorm om vloeibare, te zetten in vloeibare. Ja. Liquefaction. Ja. En ze hebben idle capacity daar. Dus een van de opties is om een pipeline aan te leggen naar Trinidad. Om dat vanuit te doen. Vanuit die. Het probleem is dat we door Venezuela moeten. En dat is natuurlijk een beetje moeilijk op dit ogenblik. Andere mogelijkheid is ook om gewoon offshore te liquefyen. En te brengen naar bijvoorbeeld Rotterdam. Dus al deze dingen zouden we kunnen verkennen. Oh, dat bedoelt u dan gelijk vanuit zee? Ja, vanuit zee naar Rotterdam. Vloeibaar maken in een schip naar Rotterdam. Is dat het goedkoopste? Is volgens mij de goedkoopste manier? Het is een beetje duurder dan naar Trinidad brengen. Omdat je het op zee moet liquefyen. Dus dat is wat. Installaties zijn wat duurder. Maar het kan. Het kan. Maar om gas te laten vliegen. Heb je grote hoeveelheden gas nodig. Dus natuurlijk ligt het dan voor de hand. Laten we de Guyanese en de Surinaamse gasvoorraad bij elkaar voegen. Okay, we gaan naar een break en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij deze uitzending van Achter het Nieuws. Ik heb als gast de heer Jack Gesser, CEO van Staatsolie. En we praten over de update in de offshore sector. We hebben al een paar dingen verkend. De offshore sector, de shallow waters. We hebben ook gesproken over het project van het NATIN. En we zijn nu begonnen met dat van het project van Guyana over gas. Meneer Jack Gesser, het heeft Suriname, even doorhaggelen over gas. Heeft Suriname potentie om inderdaad iets te doen met gas in West-Suriname? Zeker. Is het plan nog valide? Absoluut. Dus er ligt in het bakhuisgebied ligt er behoorlijk veel bauxietreserve. Mm-hmm. En aan de overkant, bij de Guyanese, ligt er in Tarakuli. Zullen jullie ook wel misschien een grappige naam vinden? Tarakuli. Tarakuli. Die staat. Ja. Dus daar liggen er ook reserves. Die zijn hoogwaardig, maar veel minder. Mm-hmm. Maar er zijn studies uitgevoerd en eigenlijk brengen de bauxietvoorkomens ons bij elkaar. Dat als je die twee voorraden mixt, dat je een enorme goede hoeveelheid en kwaliteit van bauxiet kan produceren. Wat daarvoor moet gebeuren, is dat het gas inderdaad daar naartoe wordt gebracht. En dan praat je over die twee grote hoeveelheden van Guyana en Suriname bij elkaar. Ja. Die zouden we daar gebruiken. Dan kunnen we een gezamenlijke bauxiet mining company kunnen maken. Oké, iets anders. Vandaag was in het nieuws dat goudbedrijf IAMGOLD haar aandelen verkoopt aan een Chinese multinational. En toen ik dat las, dacht ik direct van, maar volgens mij heeft Staatsolie ook aandelen ergens in een goudbedrijf. En waarom is het niet mogelijk dat wij inspringen in deze deal? Is het niet interessant iets voor Suriname om te zeggen van, hey, we stappen erin? Het zou kunnen, maar goed, als je naar Staatsolie kijkt, wij zijn gefocust op de offshore. Ja. Dus we sparen ons geld nu om in de offshore te investeren. In principe hebben we, ik begreep dat het 360 miljoen is. Ja. In principe hebben we dat geld niet om dat te doen. En de overheid is natuurlijk helemaal met een moeilijke situatie. Ja. Ja. Dus kunt het ook niet lenen ergens. We mogen niet lenen verlopen. Ja, dus ik denk, je moet de capaciteit hebben om die goudmijn te draaien. Dus anders. We hebben toch Surinamers die dat draaien? We hebben denk ik behoorlijk wat Surinamers die dat zouden kunnen draaien. Maar ik denk dat het toch een tijdje zal vergen om te bestuderen of het interessant is om te doen. Oké, ze verkopen niet zomaar natuurlijk. Ze verkopen niet zomaar. Het zou te maken hebben met voorraden die aan het slinken zijn? Ja, ze hebben een aantal zaken aangegeven dat ze een goudmijn in een ander land aan het bouwen zijn. En dat ze eigenlijk een budgetoverschrijding daar hebben, waardoor ze geen geld meer hebben om in Suriname te investeren.
Dus ja, dat speelt nu. Okay. Maar ik begrijp je wel. We kijken uit naar de dag dat we inderdaad ook onze Surinaamse goud meenemen. Er zijn twee multinationals in Suriname. Ja. En we hebben zoveel goud en toch zitten we in een economische stress. Dat gaat mijn verstand te boven. Okay, iets anders. We weten dat local content een van de belangrijke zaken is waar Suriname veel aan over kan houden. En we weten ook dat Staatsolie de organisatie is die ook meehelpt om local content vorm te geven. Hoe staat het daarmee met die ontwikkelingen? Zijn we op lijn? Zijn we op spoor? Er was een registratieportaal voor bedrijven van Suriname. Hoe is het verhaal nu? Ja, dus daar hebben we positief en wat minder positief nieuws. Het gaat moeizaam. We proberen met de overheid samen iets op te zetten. Dat gaat inderdaad gewoon moeizaam. Dat bedoelt u met het Surinaams Business Forum? Ja, Surinaam Business Forum. Het Surinaam Business Center. Center, klopt, ja. En dat gaat een beetje moeizaam. Maar de overige zaken gaan heel erg goed. De buitenlandse maatschappijen kopen nu een heleboel in Suriname. We hebben onze port, dus een haven. Draait heel erg goed. Dus je bedoelt, die oliemaatschappijen en hun contractors maken veel meer gebruik van onze faciliteiten op de onshore? Ja, ze maken gebruik van onze faciliteiten. Personeel trekken ze aan in Suriname. Eten en drinken wordt gekocht lokaal nu. Daar zijn we heel erg blij mee. En als de mensen eenmaal merken hoe serieus de Surinaamse bedrijven zijn, want men vergelijkt het waar men eerder is geweest in andere landen. En dan, men denkt Suriname, de man is up next. En het zal wel, maandag zijn er geen werknemers om dingen te laden. Of dat eten komt niet goed aan, of verzuurd, of whatever. Maar onze mensen bewijzen gewoon topkwaliteit. Dus het gaat goed daarmee. Mm-hmm. Alleen we proberen dat we wat meer structuur aan te brengen. We willen een trainingscentrum hebben. Ja, die we samen zouden opzetten. Veiligheidstrainingen, hè? Veiligheidstrainingen, held. Daar zijn we dus op tot niveau wel mee bezig. Maar met de overheid, wat we noemen EDC, Enterprise Development Center, wat we samen met de overheid onder Suriname Business Forum wilden doen. Dat wordt een beetje moeizamer. Dat gaat moeizaam. Want we wilden eigenlijk een kantoortje hebben voor wat personeel en dan een trainingsruimte waar we Surinaamse bedrijven kunnen ontvangen en zeggen hoe ze mee moeten doen aan een tender van die buitenlandse maatschappijen. Waarom kan dat niet doorgaan? We hadden de overheid gevraagd om een beslissing, maar het duurt wel even. Ja, het duurt maar het komt wel. Het moet komen. Ik heb de minister gevraagd en ze heeft me beloofd dat ze een beslissing gaat nemen. Heel diplomatisch. Oké, want als ik kijk naar de bewegingen van bijvoorbeeld initiatief van DP World en die HJ, De Vries en Firm Engineering, die Shorebase. Wat vindt u van het initiatief? Fantastisch. Ja, toch? Ja. Dat gaat ervoor zorgen dat er economische ontwikkeling komt in, niet alleen maar in Komewijnen, maar het gaat zich ook, uitwaaien naar de rest van het land. Ja. Nogmaals gezegd, dus local content gaat via de haven naar de offshore. Dus zonder een haven heb je geen local content. Je kan prachtige bedrijven hebben, geweldige service kunnen verlenen. Maar als je geen goede haven hebt, en dat maakt men nu, dan heb je geen local content. We hebben nu een paar shorebases, al zijn ze niet volledig voldoen aan alle standaarden, maar er zijn een paar particuliere initiatieven. Maar zijn er nu op de rol nog gegadigden om shorebases te bouwen die ze hebben gemeld via de regering en waar Staatsolie van op de hoogte is? Dat klopt, ja. Er waren nog twee partijen die zich hadden aangemeld. Serieuze initiatieven? Nee, vreselijk serieuze partijen, ja. Een van ze was Maersk Shipping ook zelfs, ja. In combinatie met een Surinaamse partij. Oké. Ja, dat zijn serieuze partijen. En dan mogen we... Daar mogen we blij mee zijn. Dat zijn goede ontwikkelingen voor die ontwikkeling van local content. Oké, zijn er nog andere zaken die belangrijk zijn op dit moment waarvan het publiek op de hoogte moet zijn? Tot slot. Ja, dus waar bent u nog meer trots op?
Ja, het is een beetje langer wachten. De CEO van Total heeft dat een beetje verklaard. We hadden wat droge bronnen. Hè? Dus eigenlijk was de redenering, alles heeft olie. Ja. Als alles olie heeft, zouden we eigenlijk eind van dit jaar al een besluit kunnen nemen. Nu hebben we een aantal droge putten geboord. En nog steeds is, laten we zeggen, het succes offshore heel erg hoog. Een van de hoogste ondanks ter wereld. De situatie ja. nu. Mm-hmm. Een van de hoogste ter wereld. Maar het is geen 100%. Het nee. is 70%. Ja. Dat wil zeggen dat je af en toe een droge put tussen krijgt. En dat wil zeggen dat je nog een put moet boren voor je hetzelfde resultaat hebt. Maar de olie komt eraan. En ik ga niet meer vragen dat de mensen volhouden hoor. Maar ik zie wel dat de economie nu beter draait. Ja. De hotels zitten vol, de restaurants draaien. En dat komt doordat die business aantrekt. Mensen komen naar Suriname, wilt u dat? Ja, ja, ja. Want die hotels zitten vol met Surinamers. Veel contractors. Dus hoe meer bronnen men offshore boort, meestal als men alleen maar een exploratieput boort, gaat men de mensen niet huisvesten hier in Suriname. Dus dan stopt men die mensen in een hotel. Ja, ja, ja. Het is en een korte periode, drie maanden. Ja. Oké, okay. Nou, meneer Jagasse, het was weer een avondje offshore, waar ik blij van ben. U heeft precies uitgelegd wat er aan de hand is. Suriname hoeft zich geen zorgen te maken. Het is een kwestie van wanneer die olie gevonden gaat worden. Dat besluit om die final investment decision te maken is verschoven naar volgend jaar. En we hoeven ons ook geen zorgen te maken dat blok 58 niet meer ontwikkeld gaat worden of verlaten gaat worden. Sterker nog, dat blok heeft een toekomst, een geweldige toekomst. Absoluut. Bedankt voor uw komst. Graag gedaan. En ik weet dat u druk heeft, maar ik wens u veel succes met alles wat u doet. Dankjewel. En tot de volgende update. Dankjewel. U thuis, of waar u zich ook bevindt, bedankt voor het kijken en tot de volgende Achter het Nieuws uitzending. Goedenavond.